Super hot. Super hot. Super hot. Yo, kijkers van IMT, van ook kijk in een nieuwe episode van Super Hot. We gaan even kijken hoe het gaat. Ik zie van mijn stem is niet helemaal goed. Beetje schor, beetje verkouden. Nog steeds een beetje aan het hoesten. Net zoals alle andere episodes. Waarom druk ik uit het scherm? Oké, ik druk het buiten mijn scherm. Wil ik dat hebben? Die heel graag hebben. We hebben switching bodies. Zoiets. You got fired. Heel leuk. Voor jouw baas, maar er boeit me echt helemaal niks meer. Want ik ben namelijk dus ontslagen. Kijk, die zijn weg. Nee, wat is er al de hele tijd? Dat ik één persoon. Zo freaking annoying is. Waar ligt het geweer hier? Precies pakken als het goed is. Nee, dus. Die ging dus mis. Auw. Die ging helemaal goed. Dan meteen switchen, want die roeien zich zo elkaar eigenlijk al uit. Deze hier eigenlijk eens pakken. Kan ik jou hier pakken? Pak ik jou hier? Oké, ik heb geen ammo meer. Nee, doe dat niet zo vervelend. Niet zo vervelend, ik ging elke keer goed de vorige episode. Ik moet gewoon een wapen houden eigenlijk. Iets van één wapen ook overzicht te houden en dan... op zich wel beter moeten gaan. Waar moet ik niet zo heel goed te aimen? Wat de heck kom jij denk ik vandaan? Oké. Okay. Ik was goed van deze hoek. Ja, vertrouw ik daar dus niet. Normaal van that side. Deze kant op. Super. Gehaald. Dat was hem. Ha, dat was niet makkelijk. Dikke loading screen weer. Daar gaan we weer. Hey, een brain. Met lettertjes en tekentjes. You are our tool now. We will use you to destroy the enemy from within. You don't need more details. Gewoon op yes drukken. Get to work. Oké. Oké, dat is niet zo heel handig. Helemaal deze kant op. Oké, er komen steeds meer enemies bij. Nog één. En jij bent een heel stuk vervelender. even kijken. Jou kan ik makkelijk gooien.
Het liefst werd ik al lang vermorzeld. Super hot. Dit level was een stuk makkelijker dan die vorige. Maar weet precies wat je moet doen. Repeat after me. Mind is software. Nou ja, niet helemaal waar. Maar ik kan wel indenken wat ze het vandaan hebben. Oké, dat is niet zo heel handig. Wat moet ik hier doen dan? Ja, nee, dat werkt sowieso niet. Nee, dat ging ook niet. Ja, ik moet die twee dus zien af te knallen eigenlijk. Ik was te langzaam. Gaan we dus hier naartoe? Je moet nog echt concentreren hier. Misschien wat ik ook verwacht had, daar een enemy. Oké, nee, dat moet ik dus niet gaan doen. Ik dacht, oh, ik had die kant wel heel leuk uit. Dat level niet meer halen. Dit wapen moet ik pakken. Dat gaat echt heel moeilijk worden. Maar dan heb ik vandaag meteen anders geslagen. Nee, ik ga gewoon niet meer halen. Hey, star! Kijk, op zo'n manier. Yo, dus zo even snel hebben. Zo dood als een pier. Wat? Van achter. Oké, gaan we ook niet worden. At least once. Ja, op zo'n eentje heb ik dood. Super. Kijk, die zet een skeletje op het hoofd. Super. Weer eentje gehaald. Dan gaan we weer verder. Breathe after me. Bodies are... disposable. Oké. Come on. Come on. Schiet eens op. Oké. Die komt. Achterkant zit er ook nog eentje. Naar die kant. Kijk naar jou toe. Maar dat mag dus niet. Oké. Gaat dat niet werken? Kom zo naar jou toe switchen. Kan ik jouw wapen hier catchen? Met jouw shitgun. Nog eentje, ja.
Uiteraard. Zo, ik ga even de weg gaan ruimen. Ander. Wappa. Dit is iets handiger. Kan ik iets makkelijk mee misschieten. En dan ga ik reloaden. Super. Hot. Hot. Dan. Hot. Super. Die was op zich best wel makkelijk. Ik wil weten hoe je moet spelen, maar is best wel makkelijk. Repeat after me. The system will set me free. Oké, dan. Ik ben echt zo snel kon typen, zou heel chill zijn af en toe. Wat stond er nou? One more set? Van deze scène die uit de film. Dat is heel bekend van voor deze scène. Oké, echt ziek veel enemies zie ik. Gewoon echt meteen switchen. Boom. Oké. Waarom heb ik jou nog steeds niet geraakt? Switch. Catch. Shoot. Throw. Nee, dit is helemaal geen nut bij dit level. Even denken. Wat is nou de beste manier om dit level te kunnen halen? Die loopt naar je toe, dus de ruimte die kool is nog steeds minder. Kijk, dat werkt dus ook niet. En gewoon instantly die van hem af. Hij schiet ook gewoon. Hij schiet dus iets verder naar die kant toe, oké. Okay. Heel nuttig om te weten. Dus als ongeveer nu schiet. Kijken. Ik heb een achievement. Oké, ik kan het niet meer hot switchen. Als ik dood ben. Het idee was er wel. Ik had dus mijn kool door, ik kan het nooit neermaaien. Ik koos gewoon op een echt random positie. Nee, gewoon weer niet. Nee, was dat hem. Ik kan het op zo'n manier doen. Want deze wapen. Dit wapen is meer accuraat dan die shotgun. Ik moest ook weer switchen van personage. Ik moet wel. Hoppa. Super. Jij bent dood. Hard. Super hard. Is de game na deze missie klaar zijn? Ja, we have reached the core. Dus deze missie nog, dan is het klaar. Althans, ik geloof wat het systeem zegt. Met een hele lange gang. Wauw, ik heb een glitch gevonden. Hé, dan landt niet helemaal recht. Zie je? Zullen we het expres gedaan hebben? Allemaal servers. Waarom kan ik gewoon niet sprinten? Dat zou op zich wel heel veel fijner zijn.
Nou, dat is wel een stukje lopen dit, zeg. Zullen we even naar die stad, jongens? Ach, voor mij hoeft het niet eens. Repeat after me. I will hot switch into the core. Oké, dat kan. Dat gaan we doen. Just do it! Please wait. Oké, zijn we hier? Dus hier zullen we die gastjes gaan tegenkomen. Kijken. Don't bother. Ik heb geen andere keus. Wat? Hoe ben ik er dood gegaan? Waarom blijf ik de hele stuk opnieuw te lopen? Out of ammo. Ik heb nog eentje lopen. Ik ben net al. Hoppa. Heel plat. Stoppen ze niet of zo met spawnen of zo? Ja, ik ben weer dood. Wat moet ik hier precies doen dan? Switch into the core. Heel leuk en aardig. Maar wat is de core? In this case. Het midden. Ik heb een ander wapen opgepakt. Misschien is het heel handig. Oké, ik moet dus naar het midden zien te komen. Ik wil deze game, deze episode nog gaan uitspelen. Take the core. Maar hoe? Ja, opschieten? Nee, dus. Oké, van achteren dus geschoten. Beschoten, wel goed zeggen. Terug de blaktyfus hier. Heel erg besmettelijk. Nee, dit is niet goed. Maar waar dan? Ik moet even heel rustig aan gaan uitspelen, denk ik. Ik moet de andere kant uitrennen. Zou de korpsje dan achter dat liggen ofzo? Op het moment om te gaan hoesten. Weer dood. Hoe
core, dat weet ik dus niet. Ik heb zomaar een idee waar die kan liggen. Zo, zo. Maar aan deze kant. Press E. Hoppa. Dat was het dus. Uploading. Access denied. Nee, ik vind het helemaal goed. Wat moet ik hier precies doen dan? Ah, van achter. Van de zijkant. Kling. Achievement of zoiets. Moet uitspreken. Weer even eentje van achter. Ik had gewoon kunnen switchen trouwens. Mag ik niet switchen? Ook leuk. Misschien zijn dat het systeem misschien corrupt is. Oké. Ik moet dus weer hier blijven of zo. Ik weet niet hoe die in elkaar zit. Wat? Hoe dan? Het kan een hele lange episode worden dit. Zo slecht er naartoe gaat. Wat? Dit was gewoon jammer. Zou ik achievement zijn van ga geen enkele keer dood? Want die ga ik niet uitgrinden. Misschien ooit een keer later misschien. Maar in ieder geval niet nu. Ook al, dat was een probleem. Ik had geen wapen. Schiet dan. Gewoon een schuitwapen. Ja, en één van achter. Dat wapen kunnen we nog even ontwijken, de handpistooltje. Maar zo'n shot wordt er wat moeilijker. Nou nee, twee van die shotgun-gastjes wordt te veel. Dan haak ik er gewoon drie zo meteen van. Nee, ik kan dus nooit van ontsnappen. Interesting. Maar ja, dat kan je nog wel afkomen. No problemo. Nee, ik kan niet moeten uitkomen. Gewoon moeten slaan. En dat wapen tegen moeten pakken nu. Slaan, pak, schiet. Wegrennen. Meteen schiet. Wapen hebben. Waar dan? Of daar? Zo, hem even uitroeien. Hij is ook zo heel vervelend. Hè? Waar dan? Waarom schiet die NPC niet zo goed? Of NPC die...
CPU, computer. Vanaf daar. Wat moet ik precies doen? Wat? Ik heb het toch uitgeroeid? Waarschijnlijk toch niet? Turn to the core. No ammo. Wat, maar hoe moet ik de core dan pakken? Dat stukje begrijp ik nog niet helemaal. Ook moet hij naar boven toe, dat was het. Ben je natuurlijk beneden. Die shotgun schiet ook niet heel snel. Dat is het hele probleem. Ik dacht die shotgun schiet wel iets sneller. Ook heel matig doodga. Even een tijdje duren nu. Hop. Double kill. Turn. Wat? Er was nog eentje van achter. Oké. Okay. Het is wel weer progress. Daar gaat het om. Mijn wapen pakken die vol is. Wat moet ik doen dan? Wat moet ik nou precies doen dan? Ik heb uitzoeken wat precies wat ik moet doen, want ik heb geen flauw idee. Ik heb even uitgezocht hoe lang het ongeveer nog duurt. Maar ik ga je bij deze aflevering wel afsluiten, want het kan al een heel tijdje gaan duren. Laat een like achter, een keer niet abonneren en tot de volgende keer. Doeg!